De treurbeuk in de Pekentuin is ruim 100 jaar oud. En misschien heeft u er ook wel in geklommen, verstoppertje gespeeld. Of gewoon gezellig gezeten onder die laag hangende takken. Hij is ziek, jammer genoeg. En Hans Knotters van de gemeente die laat even zien wat er aan de hand is. Ja, we zijn hier in de Pekentuin bij de beuk, de treurbeuk die langzaam aan het afsterven is. Gelukkig nog niet helemaal. Ik kan het duidelijk hier zien aan de nieuwe knoppen die hier toch nog in de boom komen. Het duidelijk verschil. Hier komt niks meer in en die kant komt dus gewoon volgend jaar weer nieuw blad aan. Nou, dat is dus het enige positieve wat er nog aan de boom te zien is. Voor de rest ziet men hoe de boom erbij staat. Helaas, zielig, hè? Helaas gaat hij langzaam, sterft hij. Dus de kranten hebben er al vol van gestaan, maar dat is natuurlijk eeuwig zonde. De zwam waar het mee is begonnen is die grote witte zwam die je daar ziet. Dat is een tonderzwam. En die kan de hele tijd in de boom zitten, wel 10, 15 jaar. Maar die gaat heel erg langzaam. Kijk, beukenhout is natuurlijk heel erg hard hout. Dus het duurt gewoon langer voordat zo'n boom opgegeten wordt, om het te zeggen. Linden en kastanjebomen, ja, dat is veel zachter hout. Dus dat gaat veel sneller. Dus gelukkig bij een beuk is dat niet zo. En het voordeel van een beuk is ook zo dat een beuk gaat in zijn elke jaring, er zitten poriën in, die poriën blijven open, waardoor er worden alleen steeds minder dat die zwam daarin komt, zeg maar. En dan gaan die poriën steeds dichter zitten en dan, daardoor gaat die heel langzaam aan zijn eind. Een eik bijvoorbeeld heeft bij elke jaring, sluit die poriën gelijk af. Dus dan gaat het verrottingsproces gaat veel sneller. Dus hij kan niet meer zo goed herstellen. Nou, een beuk heeft dat veel meer. Dus daarom staan er ook heel veel oude beuken met van alles en nog wat. Maar die komen er een heel eind doorheen. Dus dat is ook zo leuk om dat eigenlijk hier aan te zien. Dat zijn boom probeert zijn eigen te herstellen. Ja, totdat het een keer ophoudt natuurlijk. Dat is de porseleinzwam? Porseleinzwam, ja. Kijk, je ziet het wel, een mooie witte kleur, net zoals porselein. En het is nu veel te warm. Het is zonde eigenlijk dat het zo warm is. Want dan zijn die paddenstoelen gewoon heel snel weg. Kijk, je ziet ze lekken, hè. Dat komt door het warme weer. Het gaat zo snel. Het is een slechte kastanje, zoals meerdere hier staan. Nou, ik kan hier duidelijk laten zien wat het is met het prikken wat ik bedoelde. Dus je prikt hierin, kijk, die zit gelijk vast. Nou, die is gewoon rot. Ik zal een stukje uithalen. Kijk, nou, dit is dus niet goed. Raak er maar eens aan. Het is allemaal paddenstoelen wat je raakt. Ja, inderdaad, ja. Dus dat is het controleren op visueel wat je dan aantreft. En daarna gaan we hem verder onderzoeken. Wat gaan we ermee doen? Je ziet wel hier de volgende boom achter ons. Ja, zo kan allemaal paddenstoelen en zo, hè? Ja, dus. Ja. Maar het is hier wel een mooie plek om hier weer een grote nieuwe kastanje neer te zetten. Ja, tuurlijk. Ja, het hoort er gewoon, toch? Ja, daarom. Ja. Dus, dit is, je hoort hem al aan de boom een beetje. Van ja, normaal prik ik niet zomaar zo in zo'n boom. Maar omdat deze toch al zo slecht is. Je hoort hem al dat het gewoon wat holler is. Hier beneden hoor je het nog erger. Hoor je wel? Hoor je? Nou, dat zijn van die dingen. Dat gewoon is, dat is niet goed. Kijk, dit komt er al vanaf. Ja, einde oefening helaas. Ja, nu hebben we hier een paar bomen gezien, maar dat is ook een boekje, hè? Ja, dat is een boekje van de VVV uitgebracht. Dat heet Bomenwandeling door Baren. Dat is een heel leuk boekje. Kom je ook in de Pekentuin terecht, vanzelf langs deze bomen. Kan u het zelf komen bekijken. Je kan, de route staat er helemaal in. Ik weet niet waar je precies moet beginnen. Een aanrader in ieder geval. Ik ben er heel blij mee dat de VVV dit heeft gemaakt ook. In samenwerking met de gemeente. En er wordt er aardig gebruik van gemaakt. Dus Bomenwandeling door Baren.
Ik denk te verkrijgen bij de VVV natuurlijk. Ja. En bij www.baren.nl. Kijk, ik kom bij een boom en dan zie ik een gat. Dan ga ik erin prikken met de prikstok. Dat gaat op deze manier. Je kan zien dat hij een hele tijd erin gaat. Nou, daan erop. 10, 20, 30, 40 centimeter diepte. Nou, dit is voor ons een attentieboom. Of soms wel een risicoboom. Dan gaan we hem nader laten onderzoeken, wat ik al eerder gezegd heb. En dan laten we hem soort met een röntgen... apparaat, laat hem doorscannen. Nou, dan zie je dat dit dan het goede is. En dan is hier zat ik op die holte waar ik net in zat. Dus dan kunnen we zien, nou ja, hij heeft nog wel een gedeelte holte, maar hij is voor de rest heel erg goed. Ja, dit is die kastanjeboom dus, hè? Ja, dit is een kastanjeboom waar we het dus nu over hebben. Ja. En zo hebben we dat ook bij de beuk laten doen. Nou, daaraan kunnen we ook mede meten van is een boom veilig of niet. De bomen in Baren zijn dus bijna allemaal geïnventariseerd. Elk boom krijgt zijn eigen nummer. En dat komt dan op onze rapportages te staan. En als ik nu ook bij een boom ben geweest, dan zet ik de datum bij. Dan en dan ben ik geweest, dode tak aangetroffen. Zet ik bij de desbetreffende boom bij het nummer. Zo kunnen we elk boom in de gaten houden met zijn eigen nummer. En er wordt ook geen verwarring door voor een andere boom. Nou, nader onderzoeken, daar worden we gelijk weer gelinkt aan. Zo'n nummer van een boom, dus je hebt nooit geen vergissingen. En het werkt gewoon hartstikke goed. Op die manier houden we gewoon de bomenbestand van Baren eigenlijk veilig. Ja, het is ook een stukje zorgplicht, hè? Ja, kijk, het boomveiligheidscontrole gebeuren, dat komt eigenlijk uit de zorgplicht die je hebt voor bomen. Kijk, als er een dode tak in een boom zit en hij waait er een keer uit, ja, dan heb je zorgplicht gewoon niet voldaan. Want dat heb je kunnen voorkomen. En daarvoor controleert de gemeente, elke gemeente bijna, al zijn bomen. En willen we dat ook graag de particulieren dat natuurlijk ook doen. Als de gemeente de zaakjes voor elkaar heeft, waarvoor de particulieren niet mee. Het kan gevaarlijk zijn. Het kan gevaarlijk zijn. Wat ik nog wel eens doe is als ik ook bij een particulier een dode tak aan een boom zie, dat gevaarlijk is. Dat, of ik bel even aan of ik gooi een briefje in de bus. Van let op, dat en dat is er aan de hand. Ja, je hebt het ook niet altijd in de gaten natuurlijk. Nee. Je moet het kijken, ik kom natuurlijk op heel veel plekken in Baren. En ik zie heel veel en ik weet bijna elke boom uit mijn hoofd. Maar onderaan weet je ook wel de probleembomen. Maar ook bij particulieren, want dat zie je gewoon. Dat hou je gewoon in de gaten. Ja. Dus vandaar de zorgplicht. Het is gewoon een wettelijk gebeuren.